Zo? Zo. Nee, lekkere overwinning. 2-1. Uit Sedilco. Dat schiet hij geweldig binnen. Ja, ik zie hem eerlijk. Ik raak hem eerlijk. Op het moment dat het voor mijn voet gaat, weet ik van ja, die gaat erin. Nee, gekheid. Het is uit de kluts. Goaltje. Ik denk, ja, gelukkig mag je ook een keer aan je zijde hebben. En deze keer was het zo. Ja, want hij had er eigenlijk wel in één keer in gemogen, toch? Ja, ik zat de keeper al liggen en achteraf kon ik een mooi chippen voor mij. Maar ik dacht, via de kluts zou ook een keer leuk zijn. Dus ik dacht, misschien op de keeper. Ja, helemaal zo bedoeld. Nee, ja, gekheid. Maar hij deelt wel, dus 2-1 gewonnen. Verdiend, wat vind je? Ik denk als we de eerste helft zien, vind ik wel. Ik vind dat wij de bovenliggende partij waren. Voor de rest de tweede helft vind ik dat we niet heel veel kansen meer gecreëerd hebben. Onze eindpaas was slordig, vond ik, de tweede helft. Als die paas beter is, zie je dat je meer kansen kan creëren. En daar zijn we te slordig in en dat moet beter de komende tijd. Ja, want de ruimte lag er, denk ik. Ja, de ruimte lag er heel veel. Daar stond ik ook voornamelijk een beetje aan de rechterkant. De ruimte lag ook heel veel erachter. En dat was onze bedoeling ook, dat we meer paas erachter gingen leggen. En, willig via de tweede bal voetballen. In momenten ging het goed, in momenten ging het minder. Maar over het algemeen, ik denk wel een verdiende overwinning. Eerste helft was goed, je had het al even over. Tweede helft stond je heel veel, of speelt zich vooral af op jullie eigen helft. Waar komt dat door? Is dat bewust? Nee, ja, je weet het als je achter staat dat Stedoco gaat komen. En die gaan natuurlijk vooruit, die gaan meer risico's nemen. En dan voetballen wij meer op de counter, dus dan is vandaar dat wij meer gaan inzakken. En dan via de counter gaan voetballen. Helaas krijgen we nog een goal tegen, maar ik vond onszelf nog lastig. Standaard situatie, maar uiteindelijk blij dat we 3 punten hebben. Bij die tegengoal, ik moest even denken aan die goal van vorige week tegen Goes. Vanaf de andere kant, maar ook terugleggen en binnenschieten. Ja. Ik vind dat we daar ook scherper in moeten zijn, want je ziet dat eigenlijk gewoon een stuk 6-7 man die staan gewoon te kijken naar de bal. En centraal verdediger van hun, voor mij de nummer 4, die zakt uit en die kan gewoon vrij inschieten. Dat is slordig van ons en daardoor maken we onszelf heel moeilijk. Ja, het was 5 minuten voor tijd. Dat je heel lang eigenlijk 80 minuten of zo voor staat, want die 0-1 viel al vroeg. Voel je de bui al hangen, denk je dan van, nou ja, dan gaat die 2 van die 3 punten, die gaan daar. Ja, zo mag je natuurlijk nooit denken, maar je houdt er rekening mee. En eigenlijk elk kansje die je dan krijgt, elke ruimte die je te veel weggeven, moeten wij proberen te benutten. En je zegt, laatste goede bal van Henny, je steekpas op mij en goed dat hij binnenviel. Lekker met 3 punten dus terug in plaats van 1. Lekker 3 uur naar huis met 3 punten.